Als ik het echt niet meer uit kan houden, dan moet ik toch, dan weet ik, er ligt nog een pakje. De zonnige dagen en de stijging van de temperatuur zorgt ervoor dat er weer meer sigaretten worden aangestoken. Gezellig samen buiten een peukje roken. Maar voor sommigen is het een gewoonte waar ze liever van af willen. Ik ga op bezoek bij Rianne de Witte. Je bent gestopt met roken, maar heb je dan toch altijd nog wat sigaretten voor de zekerheid in huis? Ja, ja. Als ik het echt niet meer uit kan houden, dan moet ik toch, dan weet ik, er ligt nog een pakje. Gewoon als je heel veel stress hebt, dan gewoon het zeker weten dat er nog wat is. Dat ik niet in paniek raak. Wat voor soort roker ben jij? Een stress- en een gezelligheidsrookster. Koffiepauze, 's avonds lekker even met een glaasje rode wijn. Een sigaretje roken en dan, dat is niet één sigaretje, maar dan is soms 2, 3 sigaretjes achter elkaar. En als ik dan met mensen samen ben die dan ook nog roken, nou dan is het hek van de dam. Dan is het echt de een na de andere roken, ja. Nederland telt ruim 3 miljoen rokers, waarvan er 465.000 zware rokers zijn. Die laatste groep rookt meer dan 20 sigaretten per dag. Afgelopen zondag heb je er toch weer een sigaretje bij gepakt, terwijl je gestopt bent. Waarom? Dan gebeurt er iets waardoor het stressniveau bij mij heel hoog is. En ik kan mezelf dan niet uiten. En dan moet ik wat hebben om te ontspannen voor mijn gevoel. En dat is dan toch dat sigaretje. Ja, jammer genoeg wel. Vind je het erg dat je dan zo'n terugval hebt? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dat ik dat sigaretje nodig heb voor die ontspanning, om even te ontspannen. Ja. Hoe voel je je daarbij? Later voel je jezelf een loser. Ja, slecht. Zo van, waarom heb ik dat ene sigaretje toch nog gepakt? Had het ook zonder kunnen doen. De overheid wil dat er in 2040 een rookvrije generatie is. Ze kunnen het roken niet van de ene op de andere dag uitbannen. Dus is er een stappenplan. Ook wel het preventieakkoord genoemd. Sinds 2020 zijn sigaretten en tabak niet meer zichtbaar bij de verkoop in supermarkten. En na 2030 wordt de verkoop van tabak verder afgebouwd. Eerst bij de tankstations en vervolgens ook bij de tabakswinkels. Waarom is dit een bijzondere plek voor jou? Nou, hier ben ik begonnen met roken. Hier stond de Sebeco. En er kwam veel jeugd. En dan kon je stiekem een sigaretje roken. Ja, dat niemand het zag. Want de volwassenen die kwamen hier niet. Hoe oud was jij toen? 12, 13 jaar, zoiets, ja. Kan je je nog herinneren hoe die eerste sigaret smaakte? Ja, vies. Toch wel, dat was niet lekker. Maar ja, je wilde jezelf toch niet onderdoen voor je vriendinnen. Dus dan toch nog een keer proberen en toch nog een keer. En zo ging het van lieverlee, werd het steeds meer. Ja, en stoer, hè. Je bent natuurlijk wel stoer. Voelde je je toen ook echt stoer? Of? Nou, je wilde stoer zijn. Je wilde natuurlijk toch er ook een beetje bij horen. Afgelopen maand diende de SGP Jongeren een manifest in om sneller door te pakken en de maatregelen van het preventieakkoord eerder in te laten voeren. De verslaving aan tabak ontwikkelt zich in je jonge jaren. De campagne wil dus vooral jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken. Nu denk je misschien dat het voor ouderen geen verschil maakt. Maar dat is niet waar. Ook als je 50 jaar of ouder bent, loont het nog om te stoppen. Pas na je 80ste maakt het geen verschil meer voor de overlijdenskans. Nou, mijn opa die rookte, mijn vader heeft gerookt, mijn moeder heeft gerookt, mijn schoonvader heeft gerookt. Nou, hier zie je een foto op onze bruiloft waar ik dan aan het roken ben. En dan zie je op tafel ook de sigaren staan en een pakje check. Op jullie bruiloft was roken dan dus ook echt onderdeel van het feest. Ja, ja, dat was gastvrijheid. En kan je jezelf nog herinneren hoeveel sigaretten je op die dag hebt gerookt? Nou, ik denk ook die dag toch wel heel veel sigaretten gerookt heb. Ik was ook heel zenuwachtig, dus ik denk toch wel een pakje of anderhalf pakje misschien wel, ja.
Opvallend is dat het aantal rokers tussen de 20 en de 24 jaar hoog blijft. In 2019 rookte bijna 1 op de 3 jongvolwassenen. En hoe jonger je begint, hoe moeilijker het later is om er vanaf te komen. Nou, en hier zat ik dan altijd te roken. In mijn hoekje. Mijn tafeltje, mijn sigaretjes aansteken. Nu is het nog van mijn dochter, want die rookt nog, jammer genoeg. Dit was mijn relaxplaatsje. Hoe is het jou gelukt om te stoppen? Ik ben naar de huisarts gegaan en daar heb ik tabletten van gekregen, de Champix. En dat is eigenlijk een antidepressiva wat je dwanggedachten dempt. En die heb ik 2 weken ingenomen en toen is het vanzelf, ben ik gestopt met de tabletten. En het is gelukt, maar wel moeilijk, want 's avonds, dan was dat toch dat ontspannen uurtje even hier buiten. En dan ging ik een spelletje op de computer doen, waar ik nu verslaafd aan ben. Ze hebben daar ook de pakjes steeds veranderd, er staan echt gruwelijke foto's op. Klopt, ja, moet je zien. Wat doet dat met jou als roker? Schrikt dat jou nog af? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het sigaretje is belangrijker dan die foto. En waarom doet dit niks met jou? Want het is toch wel, als je dit ziet, dat je denkt... Help. Klopt, maar dat is juist de verslaving. Dat je niet van schrikt. Je ziet het wel, maar toch schrik je er niet van. Ben je nu wel eens bang voor een nieuwe terugval? Nee. Ik heb er vertrouwen in. Waar komt dat vertrouwen vandaan? God. Ja. Want ik kon het niet alleen. Na afloop van de kerkdienst gezellig bijpraten en ondertussen een sigaretje opsteken. Niet ongewoon in reformatorische kring. Over roken denken christenen wereldwijd heel verschillend. In de Rooms-Katholieke Kerk is roken bijvoorbeeld al 430 jaar verboden. In 1975 vroeg Stichting Kankerpreventie aan de Hervormde Kerk om zich uit te spreken tegen het roken. De kerk vond het te zwaar om het volk hierop aan te spreken, maar sprak wel af dat er bij vergaderingen niet meer gerookt zou worden. Heb jij je wel schuldig gevoeld tegenover God dat je bent gaan roken? Op latere leeftijd, ja. Ja, zeker. Ja. Was je dan ook bang dat je gestraft kon worden? Ja, zeker. Longkanker, hart- en vaatziekte, alles wat je ervan kon krijgen, dan ben je bang dat je daarmee gestraft wordt. Ja. En dan is het toch je eigen schuld. Ervaarde je dat zo? Ja, absoluut. Ja. Hoe zwaar weegt dan zeg maar, dat besef van er is een God? Nou, dan moet je nagaan. Wat ik dus toen we achter zaten in de stoel, dan zat ik dus mijn sigaretje te roken. En dan was ik zit in mijn gedachten met God van ja, het mag niet. Wat zit ik hier nou te zondigen? En dan toch bleef ik doorroken. Ja, de duivel heeft me toch weer te pakken. Ja. Ja, en zo zat ik dan elke avond zo, die strijd, elke avond met dat sigaretje. En dan wist ik moet er een keer mee ophouden. Ik moet er niet een keer, ik moet nu stoppen. Wat gebeurde er dit keer dat je dacht, nee, nu is de maat echt vol? Doordat ik ouder geworden ben je ook steeds meer bewust van het leven. Dat stopt een keer en... Ja, je bent jezelf ook meer bewust van je lichaam. Nee, dat toch ook een geschenk is. En daar moeten we goed voor zorgen. En niet meer roken. Wat zou je tegen anderen zeggen die willen stoppen met roken? Ik bedoel, jij hebt het zelf 40 jaar gedaan. Het lukt gewoon, maar je moet er echt 100% achter staan. Tenminste 100, wel 200% achter staan. En je mag er ook voor bidden, want ik heb het ook gedaan. Hoe vond jij het om te stoppen met roken? Laat je reactie achter onder deze video en vergeet hem niet te liken.